De vrijwilligers van de Stichting Stoommachine Oosterwijk zetten afgelopen zondag 11 september, open monumentendag, voor de derde maal dit jaar hun deuren weer open. Op deze dag kon iedereen van 11 tot 4 uur komen kijken naar de 1300 pk grote Karels stoommachine uit 1924. De stoommachine van Belgische Komaf draaide de hele dag, jammerlijk genoeg nog steeds op luchtdruk. Het was in de machinekamer de hele dag een gezellige drukte met het komen en gaan van de bezoekers voor de stoommachine.